Vandaag zijn we met We Gaan Naar bij de Villa Ver in Drunen, bij de Voorste Venne. We gaan naar de postzegelbeurs. Ga maar mee! We staan hier met Peter Teurlings van de organisatie van de Villa Ver. Het is weer zover. We zijn in Drunen verzameld om zegels uit te wisselen, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Dit weekend is het weer inderdaad Villa Ver Summer, hebben we het genoemd. En dat is voor de tweede keer in succes in ieder geval. Vandaag en gisteren natuurlijk. We zijn blij in ieder geval. Dat we het weer konden organiseren en we hebben heel veel belangstellingen gisteren en vandaag gehad. En wat kunnen we hier allemaal vinden? Ja, heel veel postzegels, maar misschien nog bijzondere dingen? Postzegels, postzegelvelletjes, stokboeken, brieven, kaarten, dubbeltjeszegels. Speciale postzegels die uitgegeven zijn vanwege dit festijn, maar postzegelbenodigdheden, dus catalogie, pincetten, postzegelzakjes, dat soort zaken in ieder geval. Genoeg voor de liefhebbers. Genoeg voor de liefhebbers, inderdaad. En lekker snuffelen, er is alle tijd voor, er is ruimte voor in ieder geval, dat mensen rustig kunnen gaan zitten om een aantal zaken te bekijken. Ja. En onze volgende beurs is op 1 en 2 december ook weer hier. Dankjewel. Meneer, bent u op zoek naar iets bijzonders hier tussen de postzegels? Ja, allicht, want anders dan blijf ik hier niet zitten natuurlijk. Hè. Ja, maar ik kom zeggen, gisteren heb ik eerste vluchten gevonden. Dus ook van KLM en Lufthansa. Dus, En kunt u voor de mensen die daar niet zo bekend mee zijn vertellen wat dat inhoudt, die eerste vluchten? Ja, dat gaat namelijk over wanneer een vliegtuig een eerste vlucht maakt van Amsterdam naar Paramaribo. Dus en dan terug, dat is een eerste vlucht. En dan komt er een speciale stempel op te staan. En dat is dus de eerste vlucht. Nou, we hebben hier iets heel unieks gevonden. Meneer, kunt u eens vertellen waarom deze zo bijzonder zijn? Nou, dit blok, dat is niet getand. Normaal worden ze allemaal getand en dan kan je dat gewoon eraf pakken en op een brief plakken. En dat is hier niet mee gebeurd. Ja, ofwel de karteltjes ontbreken in het geheel. Ja. En dat andere zegeltje, net als dit, dat heb een C'tje. Dus met drukken is dat er niet opgedrukt. Dus dat is ook een uniek ding. Het zijn gewoon hele leuke dingen om te hebben. En als je verzamelt, ja, dan ga je toch specialiseren.
Kijk, dit is ook uniek. Dat zijn sluitzegels. Dat is zegels. Dat zijn voor de spoorwegen. Er werden dus pakjes werden er verstuurd. En als het met spoor mee ging, werd er een zegel opgeplakt. Waar naartoe? Dit zijn namelijk de originele proeven van die zegels. En daarom is het ook zo duur. Kijk, dan, ja, dit is echt. Het ene zit in het museum. En de andere, ja, die heb ik. Dit was mijn gaanaar vanuit de Villa Ver in de Voorste Venne in Drunen. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!